Running a dairy farm also means taking care of nature. What is the diet required by a cow in order to remain healthy, produce manure with little ammonia, and at the same time maintaining a fair milk production? At the Minderhout farm, a test facility of Wageningen University, years of research were spent looking for a cow diet that went with high-grade manure production, but without the losses in milk production. Jaap van Bruchem, shown here amongst his fellow researchers, discovered the importance of the circularity principle to dairy farming in general. He postulates that everything in nature is firmly interconnected, requiring a state of equilibrium. A first circular model was drawn that would evolve into this version later. In this film, the procedure of circular modelling is shown and illustrated with sample calculations on the farm level. But first there was this other discovery. Jaap van Bruchem observed how important the element carbon is in nature. Ja, de koolstof is natuurlijk de core van het hele gebeuren, zoals de natuur is opgebouwd. Dat zie je in, zowel bij vetzuren als bij aminozuren als bij koolhydraten. Je ziet ook iedere keer zie je in het centrum van dat bestaan zie je koolstof op de proppen komen. Jaap van Bruchem thinks that carbon is the backbone of nature. He wants to add more carbon to the cow's diet in order to change its ratio of carbon to nitrogen and to make the manure contain less ammonia. At the Minderhout test farm, he sets off by adding 4 kilograms of straw to each animal's diet. The farm manager of those days was Joop Overvest. Het week totaal af van waar de gangbare praktijk op dat moment mee bezig was. Wie haalde het in zijn hoofd om met 4 kilogram stro in de rantsoenen voor hoogproductieve koeien bezig te zijn? Want er moest alleen maar energie in. Terwijl wij zeggen, er moet met name ook vezel in om die koe goed te laten zijn. Maar die koeien die reageerden daar geweldig op. Over de landperiode van 5 jaar gemeten steeg de productie zelfs in plaats van dat het daalde. En ik heb daar soms dieren zien lopen die zo fantastisch eruit zagen. Die ik van tevoren nooit gezien had. Voordat we met dit onderzoek bezig waren, voerden wij, eigenlijk zoals op veel bedrijven in Nederland, wij voerden voordrogkuil met snijmais en daarnaast krachtvoer. En soms wat perspulp daarbij. Only by adding straw to the diet, through more carbon that is, the manure contains less ammonia. Whereas the milk production remains stable. Was op dat moment was dat toch wel revolutionair. En we hebben dan ook heel veel mensen op het bedrijf gehad die in die periode zijn komen kijken. En die zich erover verwonderd hebben hoe de koeien eruit zagen. En wat we toch met dit soort rantsoenen heel goede producties konden halen. Members of farmers organizations and even MPs drop by and see the good results. We don't have an ammonia problem, is what Latinka and Van Bruchem will tell them on behalf of Wageningen University. This is monitored by farmers throughout the Netherlands. We now pay a visit to Foppe Nijenboer, who together with wife and son runs a dairy farm in Boelenslaan, Friesland. Before he came to know Jaap van Bruchem and the circular principle, Foppe was used to farming in the way that his father did. Nou ja, ik ben een zoon van iemand die is na de Tweede Wereldoorlog boer geworden. En daar werd het met een paplepel ingegeven, je moest veel kunstmest strooien. En ik ben ook nog naar de middelbare landbouwschool geweest. Daar hebben ze het ook nooit over de kringloopgedachte gehad of over de waarde van mest. Het ging alleen maar over kunstmest. Dus, En toen kwam Jaap van Bruchem en wat was zeg maar de grote verandering, de grote omslag? Nou, met minder input dezelfde productie genereren. Foppe has connected with the Friesian environmental organizations Bell and Vanle, in which more than 100 farmers switched to circular agriculture. Shortly afterwards, the province of Drenthe follows suit. Inspired by Jaap van Bruchem and the Bell and Vanle activities, the province initiates, from 2001 onwards, a number of projects for dairy farmers to close the carbon and nitrogen cycles. Hundreds of farmers have since joined. Arnold Veenekamp was involved from the start.
De aanleiding voor ons is toch de ammoniakproblematiek geweest. Dat we gewoon veel landbouw en veel natuur in Drenthe hebben. En dat ging niet altijd goed samen. Beide willen graag ontwikkelen. Nou, als de landbouw zich doorontwikkelde op de manier zoals ze dat in de jaren 90 deden, dan kwam er te veel ammoniak vrij, waardoor de stikstofbelasting voor de natuur te hoog werd. Nou, dat was voor ons de aanleiding om te zeggen, hier moeten we wat anders mee gaan doen. The province of Drenthe finds the solution of environmental problems by closing the carbon and nitrogen cycle. Die integrale aanpak, dat is het allerbelangrijkste. Met daarbij de bodem als hele belangrijke basis. Want de bodem, daar vindt eigenlijk alles op plaats. De melkveehouderij gaat natuurlijk wel ook over melkgevende koeien. Maar uiteindelijk, wat de bodem ons geeft, daar moet de koe het mee doen. En wat de koe dan weer uitscheidt, moeten wij weer teruggeven aan de bodem. En we moeten dus de bodem vooral voeden om onszelf en de koeien uiteindelijk ook te kunnen voeden. Dus eigenlijk vind ik de bodem in het hele systeem van kringlooplandbouw het allerbelangrijkste. One of the first to join the program was Bauke Meijer, who runs a family farm together with his wife, son and staff in Witteveen, Drenthe. Ik heb het ervaren als een gigantisch stuk bewustwording. En als we dan met elkaar kunnen realiseren op die manier naar de bedrijfsvoering te kijken en we kunnen de samenleving op die manier een hele stap ten goede komen terwijl er weinig of geen geld kost, dan denk ik dat we een hele stap in de goede richting hebben gezet. From Friesland and Drenthe, we head to the south of Holland, to the North Brabant province. In a nature reserve of Natura 2000, we find Rick Molenbroek's farm. Together with his parents and a colleague, he runs a dairy farm in the Lage Meerde. They too want to focus more on closing the cycles. Wij zijn een vrij intensief melkveebedrijf. We hebben 47 hectare eigendom. Daarnaast werken we heel veel met akkerbouwers samen, we voeren mestcontracten. Zodoende dat we toch voldoende ruwvoer kunnen krijgen. En daarnaast zijn wij bezig op dit moment om de natuur-inclusieve landbouw in te stappen. The Molenbroek family has the opportunity to buy an extra piece of nature reserve, where only grass, alfalfa and grains are allowed for cultivation. Cows may roam there, but only solid manure is allowed on the allotment. It's logical in this case to opt for closed cycle management. Nou, ik denk dat elke boer daar in Nederland die grond onder zijn bedrijf heeft en vee heeft, daar sowieso niet omheen kan. Ik bedoel, we doen het allemaal. Alleen ik denk dat op veel punten nog verbeterd kan worden. Zoals? Toediening van mest. Het buitenwerking stellen van kunstmest of het proberen zo minimaal mogelijk toe te wenden van kunstmest. Ja, en het is toch een kwestie van zo efficiënt mogelijk met je mineralen omgaan. Dus hoe efficiënter dat je daarmee omgaat, hoe minder kosten dat je hebt. Rick Molenbroek's farm is about to switch to organic. He wants to abolish artificial fertilizers first, which will improve the quality of his silage. Rick makes silage from his own land and mixes it with maize. What does the diet of his cows look like? Rantsoen van de melkkoeien bestaat uit ongeveer 50% gras, 50 mais in die verhouding. Daarnaast 7 kilo bietenperspulp en 3 kilo krachtvoer in het basisrantsoen, met name energie. En de hoogproductieve groep die krijgt nog een aantal kilo krachtvoer in de krachtvoerbox toegereikt. Foppe Nijboer in Friesland also makes silage from his own land. What about his cow's diet? Nou, ik doe het altijd de eerste, de tweede en derde, vierde snede, die meng ik door elkaar. De eerste snede die heeft in de regel heel veel suiker, omdat het zonnig weer is in het voorjaar. De tweede snede die schiet vaak regelmatig in de rij. Als je dat wat langer laat groeien, dan krijg je de structuur. En de derde en vierde snee, die heeft meer eiwit door de mineralisatie van de grond. Dan komt er meer eiwit vrij in het gras. En de natuur zit zo een beetje, denk ik, in elkaar. Als je die kuilen door elkaar doet, dan heb je precies het juiste rantsoen. Van tussen de 14 en 15% ruw eiwit in het gras. Foppe Nijboer makes sure that part of his silage is high in fiber and therefore higher in carbon. This renders it unnecessary for him to add straw to the diet as a whole.
He makes silage only with his own grass. Ik heb elke keer de keus. Dan zeg ik, nou, ik denk dat er wat meer structuur in moet. En dan kijk ik naar de koeien en naar de poep. Vooral naar de poep. Hè. Naar de poep kijken, onverteerbare delen. Maar het moet eigenlijk ook een mooi flat zijn. Hè. Dat het mooi die ringen erin zetten. Dat is eigenlijk het optimum. Dus daar kijk je naar en dan kun je daarmee sturen met de verschillende soorten kuil. The different components of his silage are mixed in a mixing wagon. Also in Drenthe, on the farm of the Meijer family, they make silage with their own grass, but in a different way. Hier ligt gras, meigras. Wij proberen die hoeveelheid eerst te sneden, oogsten, dat wij bijna de hele winterrantsoen de koeien kunnen voeren met het meigras, waar ingekuild is het jaar daarvoor. Kijk, als je dit pakt, dan moet daar een bepaalde hoeveelheid prik in zitten. Daar moet een bepaalde hoeveelheid voedingsstoffen in zitten waar die koe wat mee kan. Als jij te vroeg maait in het voorjaar, dan heb je meer spinazie, zeg maar wel eens een keer, wat door die koe heen vliegt. Wil je dat? Kies je daarvoor? Tuurlijk heb je gelijk, je hoeft minder eiwit aan te voeren. Maar ik heb een koe, ik noem het wel een keer een dieselmotor, die pens, die moet functioneren. Die moet blijven lopen. En als die loopt, dan blijft die lopen. Maar je moet wel zorgen dat die op gang blijft. Wij boeren hier op overwegend zandgrond. Daar moet input inkomen in die grond. En anders groeit er heel weinig. En zo staan wij in dit hele verhaal. Hoe wendt u de mest aan? Wij wenden de mest aan zoals de wet daarvoor schrijft met een soortbemester. Op het grasland. En een bouwland met een mestinjecteur. At the Meijer farm in Drenthe and the Molenbroek farm in North Brabant, an amount of artificial fertilizer is still used to cultivate the grass. Meijer is cutting back on it though, and also Molenbroek wants to orient himself more towards his environment. Wij zitten hier aan alle kanten in een Natura 2000 gebied. Hier mag in principe geen dier bij komen. Nou, we hebben er al niet heel weinig, dus. Is daar ook geen noodzaak voor ons om het bedrijfsleven vatbaar te houden. En voor ons komt het wel mooi uit om een stuk extensiever te gaan boeren. Ook omdat de grondgebondenheid in de toekomst van de melkveehouderij er toch wel eens kan gaan komen. Nijboer's dairy farm in Friesland is grassland based. He uses only cow manure, no artificial fertilizers. Het is alleen bemest met onze eigen drijfmest, 20 kub per hectare. En dat vind ik wel onvoorstelbaar, dat kan, zonder kunstmest. En jij rijdt hier bovengronds uit, hè? Ja. Ja, ja. Ja, ik zou het niet anders willen. Ja. Kijk, hier zie je... Nou, zo nu en dan zie je hier nog wel eens een beetje poep. Maar het is allemaal weg. Hè? Ja. En straks met maaien zie je niks ervan terug. Is het allemaal opgenomen door de bodem. Foppe Nijboer has more than enough land for his cows and can allocate all of the manure on his own land. In the Netherlands, slurry injection is obligatory, but Nijboer has such quality that his slurry is exempted from the injection rule and may be sprayed instead. Maar als hij hier dan straks maait, want dit maai ik de eerste keer, denk ik. Nou jongen, en dan zijn we hier, dat vind ik altijd prachtig. Hè? Dan hebben we gemaaid en dan geschud en dan ben ik aan het wiersen. Hè? En al die wiersen liggen dan op het land en dan komen we met de balenpers. Dat vind ik het mooiste moment van het jaar. Ja, ja. En al die wiersen hier op het land, hè? Dat is een prachtig gezicht. En dan die eerste balen die uit die machine draaien, nou jongen, dan voel je je de koning te grijp. Ja, echt. Dat vind ik het mooiste gevoel van het voorjaar. Tegelijk met de koeien natuurlijk in het land, die we vanmorgen hebben gedaan. Maar dat is eigenlijk nou het mooie gevoel. Maar dit vind ik ook altijd een prachtig gevoel. De eerste snee van halen en dan in die wiersen en in die balen persen. Dat vind ik
En dan heb je een product van je eigen land, moet je je voorstellen. Je hebt je grond, je hebt je mest. En die kringloop maak je weer rond door die kuilbalen van het land af te halen. En dat is een prachtig iets. He, dat is de kringloopgedachte eigenlijk. En dat gevoel moet je een beetje hebben als boer zijnde. Kringloop kun je heel goed scoren op één onderdeel. Maar het zijn allemaal radertjes die in elkaar werken. Dat kan best weten dat je op een ander onderwerp minder goed scoort. Je moet gewoon zorgen dat je daar een evenwicht in vindt. En dat je links en rechts gewoon een veer moet laden om tot een bepaalde uitkomst te komen. Maar dat is een leerproces. Daar heb ik geen antwoord op. Daar ben je alle dagen mee bezig. Rich in fiber, poor in protein, is the motto. After 2 years of research on the Minderhout farm, the protein content of the diet was also decreased by cutting back on concentrates. As a result, the manure contains less ammonium, which will benefit soil life and increase biodiversity. A good soil life gives a better nutrient utilization to plant and animal. This promotes milk and meat quality and has a positive influence on milk production. Here we see some research data from the Minderhout farm. The milk production is converted to a standardized protein and fat content to give the so-called measured milk. There is a small dip visible during reduction of the concentrates dose, but overall you see the productivity increase over the years. The spikes and dips that we see originate from the seasonal influences. In winter, the cows give less milk and are dry more often. Concentrates on the Minderhout farm are decreased towards 0.15 kilograms per kilogram of milk. Still, the milk production increases. This is due to a healthier cow with a higher average age. At the farms involved in the Drenthe project, the use of concentrates has decreased considerably over the years, and the use of chemical fertilizers has been reduced by 30%. Wat is het rantsoen van uw veestapel? Op dit moment bestaat het rantsoen uit gras, mais, gras voor 2/3, mais voor 1/3. Aangevuld met wat eiwitproducten, soja, heel klein beetje raap. Wat energieproducten, dat zijn tarwemeel en maismeel en een klein beetje aardappelveel. Meyer's farm now delivers some 10,000 liters of milk per cow per year. Switching to a circular agriculture takes time, however, and will proceed differently for each farm. We hadden toen de intentie om 25 kilo krachtvoer per 100 liter melk te voeren. Er zaten toen bedrijven op 40, 50 kilo krachtvoer per 100 liter melk. We hadden een intentie, we moeten terug naar 25. En ik zit momenteel tussen de 12 en 14. Vorig jaar had ik in het boekhouderpad 13 kilo krachtvoer per 100 liter melk. En hoe doe je dat? Zo goed mogelijk ruwvoer maken door middel van de gebruik te maken van de natuurlijke omstandigheden. En een grote natuurlijke omstandigheid, een natuurlijke hulpbron is natuurlijk het bodemleven. Uw krachtvoergift, waar bestaat die uit? De helft van de krachtvoergift dat is lucernebrok. En de andere helft van die 15 kilo krachtvoer per 100 liter melk is gewoon een brokje wat gemaakt wordt door de foragefabriek. En daar zit iets van lupine in. En tarwe, gerst. Gerst ben ik ook een liefhebber van. En dat soort eerlijke producten zitten daarin. Geen mais, geen soja? Geen soja en geen mais, want dat is ook veel te duur. Hè? Soja is niet te betalen voor het biologisch. En dat is echt helemaal niet noodzakelijk, want lupine kunnen dat ook heel goed. En je moet eigenlijk de eiwit zoveel mogelijk in die kuil winnen. Hè? Door de mineralisatie in de herfst van die herfstkuilen. Dat moet je benutten. Whether in the organic, regular or biodynamic trade, a dairy farmer can always compare the mass flows to allow a good insight into the performance of the enterprise. And what exactly did Jaap van Bruchem come up with? Almost all indicators on a farm can be tentatively addressed and subsequently calculated. We start off with nitrogen here. This stands for the quantity of nitrogen in milk and meat. This is the nitrogen content of slurry. This is the nitrogen content of artificial fertilizer. The quantity of nitrogen in forage over the nitrogen content of artificial fertilizer and slurry
gives the soil use efficiency, the quantity of nitrogen in milk and meat, over the nitrogen content of concentrates and forage, gives the efficiency on the animal level, the quantity of nitrogen in artificial fertilizers and concentrates, minus the nitrogen content of milk and meat, indicates the environmental load. The quantity of nitrogen in the milk and meat output, over the input of nitrogen in concentrates and artificial fertilizer, indicates the nitrogen use efficiency at the farm level. Under Jaap's supervision, Frank Verhoeven collected data in 1996 and 97 on farms of Vel and Vanle. These data were used for the analysis of circular mass flows. Uit die eerste analyse was eigenlijk een van de meest belangrijke dingen die eruit kwam, was dat de variatie bij de koe relatief klein is vergeleken met de variatie die je vindt in de bodem. Dus dat betekent eigenlijk in dat compartiment van voederwinning en mest die via de bodem terug moet naar het voer. Dat is eigenlijk, daar worden de meeste verliezen gemaakt en daar zitten ook de grote verschillen tussen bedrijven. En bij die koe zitten wel verschillen tussen bedrijven, maar die zijn relatief veel kleiner. En dat was een van de redenen dat Jaap van Bruchem ook heel beginstadium al heeft gezegd van die oplossing zit helemaal niet bij die koe, die zit in die bodem. After 2 years, the farm data were entered in a model. The figure on the left is from a farm with lower results, and the figure on the right from a farm with the highest results. Soil use efficiency varied between 30 and 60%. The efficiency at the animal level ranged from 10 to 24%. The environmental load was between 162 and 500 kilograms per hectare. Frank and Jaap concluded that the average nitrogen use efficiency at the farm level ultimately came to values between 14 and 17%. How can you increase the efficiency of nitrogen use at the farm level? To this end, a sensitivity analysis was carried out to distinguish which interventions are the most promising. Frank Verhoeven set out to find the most profitable solution. Nou, dat betekent eigenlijk als je wil sleutelen aan efficiëntie, aan stikstof- en fosfaatefficiëntie, dan moet je dus veel meer zoeken in dat stukje bodem. Maar ook in het stukje zowel mest naar bodem als bodem naar koe. Dus met andere woorden voederwinning. Nou, die twee sporen, dat is deels dus benutting van je drijfmest in heel veel gevallen. Ja. Dan kom je dus op dat verhaal van, ja, is die drijfmest wel het meest geschikt voor de bodem die we hebben? Moeten we die drijfmest niet met meer koolstof verrijken? Op die verhalen kom je. En bij dat stukje van die bodem naar de koe kom je op dat stuk van, moet die koe niet met meer structuur meer melk geven in plaats van met krachtvoer? Dus moet die niet uit dat gras zoveel mogelijk melk halen in plaats van uit turbogras of uit krachtvoerachtig. In a sensitivity analysis, the effect of 1% more specific input is established on the overall output. How does 1% more concentrates of artificial fertilizer affect the nitrogen use efficiency of the soil or animal, or the environmental load for that matter? What you then see is that production is primarily determined by the soil, secondly by the animal, thirdly by the artificial fertilizers, and fourthly by the concentrates. As for environmental load, this output is primarily determined by artificial fertilizers, secondly by concentrates, thirdly by soil, and fourthly by the animal. The most effective intervention is therefore a combination of better soil utilization and less artificial fertilizers. A better soil utilization is obtained through the application of a good manure with ample carbon nitrogen CN ratio. These recommendations are laid down in the report Wat smit i top by Jan Douwe van der Ploeg and Frank Verhoeven. In 2003 hebben we toen met Jan Douwe van der Ploeg een rapport gemaakt dat heet Wat smit het op, oftewel wat levert het op in het Fries. En dan zag je dus dat als je die bedrijfsbalans hebt, hè, tussen bodem, koe, hè, ruwvoerproductie, mestbenutting, dan kun je dus tot hele hoge winst komen, of met andere woorden hele lage kosten. En dan moet je al die dingetjes goed doen. Dus niet één ding veranderen, maar dan moet je dus zeg maar je bodem op orde hebben, je ruwvoerteelt, dus de benutting van je ruwvoer, daarnaast je rantsoen anders in elkaar steken en de mest die eruit komt vervolgens ook weer beter toepassen. The research results don't beat about the bush, but in spite of the many positive studies pouring out,
bargaining in the university and the Dutch government are not impressed. De weg die de overheid ingeslagen is al lang geleden, dan krijgen wij als jonge boeren de rekening van gepresenteerd in onze toekomst. Met name ten aanzien van het kunstmestgebruik in het verleden, dat nu niet hoog genoeg kon zijn. Dus op tijd de bagens verzetten? Ja, op tijd je ogen openen en ook inzien dat wat in het verleden altijd gebeurd is en altijd geleerd is, dat in de toekomst niet meer zal gaan kunnen. Hoe ziet jouw toekomst eruit, Rick, zo hier met je veestapel? Nou, met de veestapel die is al ongeveer aan zijn max. Ik denk dat we steeds met een kringlooplandbouw toe gaan in de toekomst. Minder input en ook dezelfde output toch kunnen leveren en daarmee ook een verbeterd slag op je bedrijf maken. Groeien is niet altijd meer koeien. The farm of the Molenbroeks family is now reaching a nitrogen use efficiency of 28%. In the meantime, the farms in the Drenthe province have advanced 15 more years. The average figures of DBB farmers are now pointing to an average 35% nitrogen use efficiency. The farm of the Meijer joint venture belongs to the top notch. Its average nitrogen use efficiency on farm level is 39%. The provincial authorities of Drenthe are satisfied with all the results, but especially with the fact that participants report more pleasure in their way of working. Coinciding with the start of projects under circular agriculture, the Drenthe province has begun to monitor groundwater quality. Dan meten wij grondwater onder grasland van boeren. Dat hebben we gedaan bij boeren die als kringlooplandbouwer te boek staan, maar ook bij boeren die zeg maar gangbaar boeren. En dan zien we gewoon significante verschillen dat de boeren die aan kringlooplandbouw doen zo'n 20-25% minder nitraat in het grondwater meten dan de gangbare boeren. Nou, dat zijn hele belangrijke kenmerken, omdat boeren moeten voldoen aan de kaderrichtlijn water. En daar wordt gezegd dat 50 milligram per liter het maximale hoeveelheid is. En de kringloopboeren die komen daar eigenlijk altijd wel beneden. En de gangbare boeren die zitten er nog boven. Dus ja, dat geeft wel aan dat er daadwerkelijk verschil wordt gemaakt. The provincial results are very encouraging. Authorities envisage that by 2020 half of all dairy farms will be involved in a form of circular agriculture. Also, in the other northern provinces, dairy farmers are encouraged to get involved as well. And if dairy farmers continue to develop circular modes of agriculture, the results obtained will be even better than ever contemplated at the start. In die tijd van Jaap van Brugem, dat was in die tijd van de minas, toen moesten we van 300 kilo stikstofoverschot terug naar iets van 180, meen ik me te herinneren. Nou, dat is toen aardig gelukt. Maar als ik je nu vertel dat ik nu een stikstofoverschot van 0 heb, dus dat spreekt boekdeel. At the time of the Vel and Vanilla project, these were the overall figures of circular flow. The nitrogen use efficiency at the farm level did not exceed 17%. Now the nitrogen flow analysis at the Nijboer farm shows a completely different picture. Foppe Nijboer does not apply artificial fertilizers, but still there is nitrogen deposition and fixation to the amount of 22 kilograms of nitrogen per hectare. Soil use efficiency used to be between 30 and 60%, but Nijboer now has 100%. Utilization at the animal level was 10 to 24%, and with Nijboer, it is now 24%. The environmental load was 162 to 500 kilograms per hectare, and Nijboer now has zero. Nitrogen use efficiency at the farm level used not to surpass 17%, but with Nijboer, it now reaches 100%. More and more dairy farmers in the Netherlands apply circular principles to manage their enterprises. Circular agriculture provides profits, of course, in terms of economics, but also for the natural environment.